In Gebouw de Madelief aan de Bomaweg komt wekelijks de castingclub Schravenhagen bij elkaar. Een vereniging van mensen die allemaal liefhebber zijn van het vliegvissen. Vissen met een werphengel en daaraan een namaakvlieg. Essentieel voor het vliegvissen is het zuiver werpen van de vlieg, het casten. En dat wordt daarom wekelijks door de leden fanatiek geoefend. Casten, dat is eigenlijk werpen. Het Engelse woord voor werpen. Dat is, ontstaan eigenlijk in het begin in Engeland en in Amerika. In 1881 is er voor het eerst in Londen gecast, ook een beetje in wedstrijdvorm. En dat ging dus om zo goed mogelijk volgens de techniek kunnen werpen met een gewone werphengel. Later is daar een vlieghengel bijgekomen. En dat is op een gegeven moment overgewaaid naar Nederland in het vasteland van Europa. En toen is het eigenlijk hier ook ontstaan. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn de werphengels op de markt gekomen in Nederland. In Engeland was dat al wat eerder dan in Amerika. Vroeger had je dus alleen een vaste hengel met een dikke draad om ook grote vissen te kunnen landen. Maar nu had je een opwindmechanisme onderaan je hengel. En dan kan je een vis tegen de weerstand van de hengel en de lijn laten zwemmen. En zo mat je hem af en kan je grotere vissen veel beter vangen. Want zo'n opwindmechanisme, ook een rail wat wij dan gebruiken bij het vliegvissen, geeft lijn af en neemt lijn in. En dat is gewoon het afmatten van de vis aan de hengel. Je hebt eigenlijk twee technieken, zou je kunnen zeggen, op stromend water en op stilstaand water. Stromend water is meestal in het buitenland, omdat we dat in Nederland behalve de grote rivieren niet zo hebben. En dan is het gewoon zaak om de vlieg bijvoorbeeld een halve meter of een meter voor de stijgende forel te deponeren, zodat die door de stroom over zijn bek getransporteerd wordt. Want laat je hem precies boven zijn kop op het water landen, dan schrikt hij vaak. En het is ook de kunst, en het is ook het casten, het werpen, het goed leren werpen, om zo'n vlieg zo natuurlijk mogelijk op het water te laten landen. Want als het door een slechte werptechniek of een slechte worp te veel op het water ketst, dan schrikt die vis en dan kan je hem niet vangen. Je bepaalt het aantal meters tot aan het doel, zou ik maar zeggen. En dan breng je je lijn op lengte. Want je hebt niet meteen de volledige lengte waarmee je kan starten om te werpen. Want dan is het net spaghetti, zou ik maar zeggen. En dan krijg je die lijn niet mooi door de lucht. En die vliegt niet daar waar die komen moet. Maar het is een kwestie van met een paar valse worpen, zoals dat dan genoemd wordt. Om die lijn dus op lengte te brengen. En dus door een goede afworp, zoals dat heet, die vlieg zo natuurlijk mogelijk op het wateroppervlak te laten vallen. Of daarin als het een nimfje is of een natte vlieg. En dan maar de reactie van de vis afwachten. Ja, dit is werpen met een dubbelwandige hengel. Die gebruik je voor de visserij op de zalm bijvoorbeeld. Of op de grijnsmaas in Nederland. Ja, dan probeer je wat verder met te gooien en dan kan je ook een wat grotere vis mee haken. Je hebt een wat zwaardere lijn, een zwaarder uiteinde van de lijn, een zwaardere lieder, zwaarder nylon erop. En een wat grotere vlieg. Je kan vrij nauwkeurig kan je wat gooien, maar dan moet je wel veel voor oefenen. Niet helemaal, maar dat komt ook doordat het niet op het water valt als je hem opneemt en dan wil wegzetten eigenlijk. Anders dan zou de lijn een beetje plakken op het water en dat doet hij nu niet. Dus ja, er komt wat minder spanning op de lijn. Dat maakt het wat minder eenvoudig. Ja, je sleept de lijn dan door het water. Omdat er vaak achter je in een zalmrivier grote keien liggen. En dan zou je de vlieg altijd beschadigen. Dat doe je dus niet als je de lijn voor je in het water houdt. Het is net als met andere disciplines. Je moet het bijhouden. Als je een paar maanden niet geworpen hebt en je gaat dan op vakantie in Nederland of naar het buitenland,
Ja, dan kan het zijn dat je werptechniek, ondanks dat je het in de gaten hebt, terug is gelopen. En dat resulteert dan misschien in minder vangsten. Ja. Ja. En het is ook leuk om op deze manier natuurlijk het casten weer te doen. Want ja, van origine zijn we dus die castingclub, dat is wel zo. Maar het aspect lag vroeger meer op het casten. En het is verschoven naar echt het casten gebruiken, goed leren werpen gebruiken, om dus lekker te kunnen vissen. Ik ben nu wat verre worpen aan het oefenen en wat precisieworpen afwisselend. Want uiteindelijk, als je vist, dan heb je wat afstanden soms nodig. Maar in de meeste gevallen heb je alleen maar precisie nodig. En dat is de belangrijkste. Je gooit over de vis heen en dan haal je het naar voren en dan zwemmen ze achteraan. Als het een beetje mee zit. Op meren of op stromend water. Dus, ik ben nog een paar keer met de jongens mee geweest naar Noorwegen. En ook in Duitsland, in Slovenië en in Kroatië. En dan heb je allemaal stromend water. In Nederland hebben we geen stromend water, dusdanig dat je erin kan waden. En in het buitenland wel. Ik moet nog aardig wat oefenen. Ik kan wel een lijntje werpen, maar het kan nog beter. Voornamelijk oefenen. Ik vind het veel leuker dan binden. Ik bind alleen eigenlijk hoofd nodig wat ik nodig heb. En dit vind ik veel interessanter. We hebben één keer per jaar hebben we een castingwedstrijd. Daar is dan ook een barbecue na afloop. En dan hebben we dus die ringen liggen die nu op het veld liggen, maar die liggen dan in het water. Dan is het dus de bedoeling dat je dus zo goed mogelijk binnen de ring werpt. We hebben drie verschillende afstanden. Je mag dan even je lijn op lengte brengen en dan goed proberen te casten. Dan hebben we ook de Siepel-test. Dat is een groot doek met een, ja, met een, dat zou je kunnen beschouwen als een dartboard, zou ik maar zeggen, met allerlei vakken. En hoe dichter je bij de roos komt, hoe beter je scoort. En daar wordt opgeworpen niet met een vlieghengel, maar gewoon met een spinhengeltje met een loodje. Dus zoals het vroeger eigenlijk begonnen is. Dus met een werpmolentje. Niet een rail, maar een werpmolentje. En dan hebben we nog het afstandwerpen. En dan wordt er een lang lint over het grasveld gespannen. En daar staan alle afstanden op. Er komen bordjes bij. En dan is het de bedoeling dat je zo ver mogelijk probeert te werpen. En de echte goede werpers, die werpen zo'n vliegenlijn er helemaal uit. Dus dat komt dan vaak op 23 meter zo'n beetje terecht. De vlieglijn is maximaal iets van 27. Maar die komen dus heel ver. Het vliegvissen vergt dus een aantal verschillende vaardigheden. Naast kennis van de vis en kennis van de natuurlijke omgeving vergt vliegvissen een goede werptechniek. En dat geeft het vliegvissen iets extra's dat vaak een nieuwe uitdaging vormt voor mensen die al jaren op een andere manier hebben gevist. Ik ben bijvoorbeeld ook vroeger met de vaste stok begonnen, gewoon op voorntjes in de vaart voor de deur. En op een gegeven moment ben ik gaan karpen vissen, dat was het grotere wild, dat was interessant natuurlijk ook. En op een gegeven moment had ik zoiets van ja, dan zie je wel eens zo'n man in de rivier in het buitenland op tv. En dan denk je van oh, dat is toch ook wel prachtig met zo'n gekleurde lijn die door de lucht zwiept. En dan denk je van die vissen zijn misschien niet zo groot, maar het is wel interessant om daar eens op te gaan vissen. En dat is een hele andere tak van hengelsport. En toen ben ik met vliegvissen begonnen, 5 jaar geleden ongeveer. Voor jonge mensen is het ook leuk als je op een gegeven moment begonnen bent met een beetje vormvissen en je wil op een gegeven moment wat anders. Nou, kom bij onze club en kom hier je ding doen. De castingclub Schavenhagen komt wekelijks bij elkaar in gebouw de Madelief aan de Bomaweg. Om vliegen te maken, te oefenen met werpen en ervaringen uit te wisselen. Maar de individuele leden van de castingclub zijn aan de waterkant te vinden in rivieren op allerlei plaatsen in en ver buiten Nederland.